Het is een mooie periode, denk ik, hier zo. Voor mij is het nou voor het eerst. En het is geweldig om hier met team te zijn. Het is een prachtige trainingsomgeving. En ja, we hebben het hier goed voor elkaar. Dus het is echt ja, een mooie nieuwe ervaring eigenlijk. Wat pik je hier allemaal op zo'n trainingstage? Nou, de manier van werken met het team zo. En ook gewoon van, ja, dat is natuurlijk nieuw met de hoogte. Ja, op hoogte verblijven. Dus van wat doet het met je lichaam? Dus ja, ik heb er wat minder nachten gehad. Of heel vaak eruit moeten om te plassen bijvoorbeeld. Maar dat gaat nu goed. En ja, dat zijn allemaal dingen dat je dus op hoogte kunt merken. Dus met die ademhaling en ja, al dat soort dingen. Ja, het is wel, ja, het is wel bijzonder om te zien van oké, wat doet het met je? Nou, ik voel me wel steeds beter. Ik voel eigenlijk van, ik heb me niet echt slecht op de fiets gevoeld. Maar in het begin voel je wel een beetje van, gewoon rustig aan blijven doen. Rekening houden van, met tempo wat je fietst. En goed naar je lichaam luisteren. Dus eigenlijk gaat het tot nu toe heel goed. Hoe kijk jij terug op dat voorjaar voor jou persoonlijk en voor de ploeg als je het hebt over sportieve prestaties? Ja, het was een heel goed voorjaar, denk ik, voor ons allemaal. Ik denk dat we als team ook echt gegroeid zijn, zo'n wedstrijd op wedstrijd. En ja, met Marianne hebben we hele mooie overwinningen behaald, en, onder andere Gent en Amstel. Ik denk dat we ook hele goede wedstrijden samen als team hebben gereden. In het begin misschien hier en daar nog wat leerpuntjes, maar die hou je toch altijd. Sowieso de Amstel is de klassieker in Nederland en dat je die als team kunt winnen, dat is super. We zaten goed in de wedstrijd en ze is hartstikke mooi gespeeld. Dat was gewoon perfect en ja, dan vallen de puzzelstukjes gewoon op elkaar, in elkaar en dat is natuurlijk een hele mooie beloning. Ik heb natuurlijk ook eerder gereden met Marianne bij de Rabobank dan. En dus dan weet je al van hoe Marianne ook een koers kan winnen. Dus misschien zijn hier en daar wel dingen anders, gerichter met de taken voor rensters en zo. En dat vind ik wel fijn. En ik denk dat het goed uitpakt. Naar welke wedstrijden kijk je het meest uit die nog komen gaan? Eigenlijk al de koersen die direct naar hoogtestage komen, dus de NK en de Giro. Dat zijn prachtige koersen, dus dat zijn eigenlijk wel de eerste koersen waar ik al direct naar uitkijk. Ik vind NK sowieso altijd mooi. Het is altijd een speciale koers. En het is gewoon fijn om goed in die wedstrijd ook te zitten. Het is gewoon de Van Berg. En die zo vaak op, dat is gewoon super zwaar. Dus het is maar net hoe dat ook gaat, hoe de wedstrijd loopt. Je moet er gewoon alles aan doen om dan wel met z'n allen op dat moment ook sterk te zijn. En daar zijn we nu gewoon heel goed mee bezig. Dus dan kan het een hele mooie koers worden. Ja, die Van Berg die moet nu na zo'n hoogtestage misschien nog wat makkelijker te doen zijn. Ja, dat is een drempel nou maar, hè? Nee, het is, ik ben heel benieuwd. De Van Berg blijft zwaar. Dus ik kijk er in ieder geval enorm naar uit. En ik denk wij met z'n allen. En dan kunnen we echt gewoon een sterke koers neerzetten. En dan zien we of we die overwinningen binnen kunnen slepen.